Oké, ik begin er een klein beetje te oud voor te worden, maar als kind dit soort speeltoestellen in je tuin, dat is toch fantastisch. Ik ben vandaag bij Exit en ik mag weer een beetje het kind in me loslaten. Nou, dat wil Ferry wel. Yay! Lang geleden dit, man. Zeg Ferry. Hey. Genoeg gesprongen. Ja. Kom er eens lekker uit. Hey, gaaf ding dit, joh. Ja, leuk hè? Dankjewel dat je even helpt. Ja, ja, voorzichtig. Oh, nou, inderdaad zeg. Het is een ingang die zichzelf sluit, zodat kinderen er ook niet uit kunnen vallen. Ze hoeven ook geen rits dicht te doen. Goed. Dus ze klimmen erin en ze zitten meteen lekker veilig op de trampoline. Maar zo, ik was vroeger best wel een beetje een soort van schommelmiep. Hè? Ik wilde dan het liefst schommelen, maar niet zelf. Maar ik werd natuurlijk geduwd. Dit is even een hele andere koek. Ja, dit is inderdaad wel andere koek. Dit is echt actief buitenspeelgoed. Trampolinespringen is ten eerste natuurlijk hartstikke leuk. Maar ten tweede toch ook wel meteen heel erg gezond. Kinderen maken zich daar helemaal niet druk om natuurlijk. Die willen gewoon leuk spelen. Maar voor de ouders wellicht leuk om te weten dat het zelfs 70% intensiever is dan hardlopen. Dus het zou ook goed zijn voor ons? Het zou zeer zeker goed zijn voor ons. Ja, absoluut. Waar letten jullie nou specifiek op? Veiligheid is natuurlijk altijd heel belangrijk. Zeker bij speelgoed voor kinderen. Dus al het speelgoed is gekeurd conform de laatste normen. Maar toch ook wel heel belangrijk design. Een aantal jaren terug zag je echt al hele mooie tuinen met mooi meubilair, mooie buitenbarbecues. Ja, en dan stonden daar de meest lelijke speeltoestellen. En daar hebben wij echt wel stappen gemaakt. En hebben we bijvoorbeeld speelgoed gemaakt wat rustig uitkomt in een tuin. Dus met zwarte frames, grijs hout wat gebruikt wordt bij de speeltoestellen. Nou zijn het allemaal best wel grote speeltoestellen, hè? Ja. Betekent dat dat voor elk budget iets anders is? Ja, als je kijkt naar ons speelgoed, dan hebben wij speelgoed vanaf zelfs €14,99. Oké. Tot ook wel kostbare prijsniveaus toe. Deze trampoline bijvoorbeeld is ons topmodel, die is €849. Deze hebben we dit jaar geïntroduceerd en eigenlijk vanaf dag 1 een enorm succes. Zijn er nou dingen echt uniek die jullie gemaakt hebben? Ja, wij ontwikkelen en designen ons speelgoed zelf. Dus wij kopen geen kant-en-klare producten. Het speelgoed wat wij ontwikkelen wordt ook in-house ontwikkeld, in-house geëngineerd. Ja, en dat heeft er wel toe geleid dat we toch ook wel proberen slimmer om te gaan met de ontwikkeling van het speelgoed. Nou, ik heb een paar dingen gezien die ik ook wel in mijn tuin zou willen. Wil je even een rondleiding doen om te zien wat er allemaal is? Ja, laten we dat doen. Leuk. Neem dit speelhuisje. Ja. Heel anders dan anders. Ook weer hier andere kleurstellingen, maar ook bijvoorbeeld schuine wanden. Een ander uiterlijk in de tuin. Dit huisje dit komt al voor geboord, maar ook al voor geverfd bij de consument. En het is een kwestie van in elkaar zetten en spelen voor de kinderen. En jij zegt het komt zo bij de consument, maar hoe komt dit dan bij de consument? Dit is verpakt in een aantal kleinere verpakkingen. Dus het is redelijk handzaam of bij een van onze dealers mee te nemen of zelfs online te bestellen. Dan wordt het gewoon thuisgebracht. Ik zeg voor jou de glijbaan af, dat past makkelijk. Ja, inderdaad, maar ik stel voor dat wij een ander speeltoestel opzoeken. Oké, dat is goed. Ja, kijk Ferry. Een bouwpakket. Een bouwpakket, ja. Hier ligt onze voetbalgoal. Goed. Ja, en die mag jij even in elkaar gaan zetten. Het is inderdaad makkelijk om op te zetten. Nou, volgens mij heb jij niet al te veel gedaan, want ik ben degene die het warmer heeft. Ja. Maar ik voel dat zo makkelijk gaan, hoor je niet? Hey, hoe kom ik nou aan zo'n goal? Nou, we hebben in Nederland een uitgebreid netwerk van dealers die het Exit speelgoed verkopen. Okay. En daarnaast is het ook gewoon online verkrijgbaar. Oké, okay, nou ik zeg, ik ben alvast om. Ga jij op het doel staan? Ja, schieten. Kom maar op. Hij speelt vals. Potje basketbal, ja, kom maar. Zet hem dan wat hoger, hè? Nou, dit is precies bij goede hoogte, man.